Er komen een paar koele dagen aan. Vandaag is het nog zacht voor de tijd van het jaar. Maar morgen zitten we aan de achterzijde van een vrij zwak koufront. Deze storing. Daarachter zit koelere lucht. Dat hebben we morgen en overmorgen mee te maken. Nou, vandaag vrij veel ruimte voor de zon. Want inwaarts gaan er ook stapelwolken ontstaan. Vanmiddag dan wisselend bewolkt. Met de meeste zonneschijn, denk ik, in het noordwesten van het land. En ook in het Waddengebied en landinwaarts wordt het 16 tot 17 graden. Langs de kust is het wat koeler, met vooral in Zeeland mogelijk wat zeemist hier of daar. En de wind stelt weinig voor: een zwakke tot hooghartmatige wind aan de kust. Nou, vanavond en vannacht blijft het rustig, met een mix van wolkenvelden en opklaringen, het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt minder fris dan afgelopen nacht, zo tussen 4 en 8 graden. Nou, morgen en overmorgen zijn het dan kille dagen. Met een wat aantrekkende Noordwestenwind, wolkenvelden, ook wel een beetje zon. En landinwaarts kan er smiddags een enkel verdwaald buitje vallen. Maar op de meeste plaatsen lijkt het droog te blijven. Het wordt niet veel warmer dan 11 of 12 graden, al zijn het wel vrij normale waarden voor de tijd van het jaar. Misschien net iets koeler dan het langjarige gemiddelde. Vrijdag en zaterdag wordt het wat minder fris. Ook dan een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het lijkt droog te blijven. En ook op zondag droog weer. En met meer zon en een zuidenwind wordt het dan warmer. Gemiddeld over het land dan rond 18 graden.